Jullie hebben wel heel erg lang moeten wachten op de disco party. Sorry, Pasen, help! Hi, ik weet, het is vandaag nog steeds Tweede Paasdag. Nou neem ik het op. Ik bedoel, ik heb het zo druk gehad. Hang je uit. Intro graag! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij Ninefold gedaan. Velen vonden het leuk, wouden nog een keer zien tot we nog een runde zouden doen. Zal ik even kijken hoe dat serie loopt? Ik ken er niks over. Maar goed, voordat deze aflevering begint, wil ik jullie heel even één ding eventjes melden. Comments van mensen die gaan vragen wanneer komt dit, wanneer komt dat, wanneer ga je dit uploaden, wanneer ga je dat uploaden, noem het maar op. Die zullen helaas geen antwoord meer krijgen en zullen genegeerd gaan worden. Ik heb vaak zacht gezegd, jongens, YouTube is niet een fulltime ding bij mij. Ik moet op het moment ook naar mijn werk. Ik moet natuurlijk ook andere dingen nog altijd doen buiten de opnames. Smooth Moves is een main project en ik probeer elke dag een video klaar te hebben. Of dat nou van Terraria is, of dat nou van Smooth Moves is. Ik probeer iedere dag een video klaar te hebben. En als niet fulltime YouTuber is dat helaas niet altijd even mogelijk. Updates zullen altijd komen via Facebook of Twitter. En daar zullen altijd een update op komen op het moment dat er geen video zou zijn. Nou, over Terraria, ik kan jullie al vertellen. Deze week is er ook helaas weer geen Terraria in verband met Pasen. Ik ben bij mijn familie geweest, ik heb niet op kunnen nemen. En in de weekenden is het enigste moment dat ik multiplayer games kan opnemen. Dat is het nadeel, dus ja, aangezien dat ik fulltime werk. Maar goed, met dat out of the way te hebben, jongens, jullie support is nog steeds geweldig. Ik vind het nog steeds leuk om alle reacties te lezen, maar ik wou dat toch heel eventjes jullie alvast even vertellen. Van, ja, sorry, maar er zijn een paar dingen, daar kan ik helaas niks aan veranderen. Dus nogmaals, sorry, het zijn side projects. Ze komen nog wel, maar ja, wanneer, als ik er inderdaad de tijd voor kan vinden. En natuurlijk zitten we allemaal te wachten op de Twilight versie. Die ik op dit moment ook nog aan het testplayen ben om te kijken hoe dat ik het beste daar een 100% run op kan gaan doen. Wat de veranderingen zijn en audio commentaar. Zelfde player, genoeg geleuterd, ik speel nou! Oké, het is tijd voor Jimmy P. Ik ben nou al moe met Aldo praten, nee hoor. Wauw, jullie lijken zoveel op elkaar en zijn snor beweegt. Gaan we weer dansen, jongens. Blijkbaar wel. Oké. Okay. Heb ik hier genoeg ruimte? Ik heb genoeg ruimte. Mijn microfoon staat hier best wel dichtbij, dus... Oké, okay. Nou, handen in de zakken zo. Mag ook wel een shirt aantrekken. Doggy! Doggy Doge! Het is volgens mij precies hetzelfde, alleen dan met honden. Nou ja, de oren zijn anders. Anders zou het precies hetzelfde zijn, denk ik. Maar ja, we mogen weer gaan dansen. Ja hoor, dit wordt weer een dans. Do a little dance. Krijgen we die awesome muziek? Krijgen we wel weer die awesome animatie? Ik heb er zin in, jongens. Ik hoop jullie ook. Ik bedoel, de vorige vonden jullie helemaal geweldig. Ja hoor, we gaan weer. Ik was te vroeg, maakt mij niet uit. Een beetje overdreven over de top, maakt niet uit. Goed, wat heb ik hier in de dumbbell? Lang geleden. Hoi, hoi. Oké, level 2 games beginnen we al gelijk mee. Ik heb er zin in. En die hondjes die zijn vrolijk. Oké, dit is lang geleden, jongens. Dit is weer een nieuwe opnamesessie. Oké, kijk nou toch eens. We krijgen ook de Pikmin games erbij. Leuk. Grappig is wel. Zo. Oh. Grappig is wel, jullie kunnen precies zien dat het weer een nieuwe opnamesessie is. En ik heb weer een ander shirt aan, dus leuke voor facecam. Wat gaan we doen? Oh, daar ben ik nooit goed in. Dan gaat echt een probleem worden met het. Microfoon is gekeken. Misschien moet ik mijn camera echt bovenop met een popfilter zetten. Misschien dat dat beter werkt. Geen man erin voor jou! Boogie! Het ergste is, ik weet dat het nog erger gaat worden later ook, maar die moet ik niet uit. Oh, bokser. Doe het! Doe het! Doe het! Doe het! Doe het! Is dat ook scheef? Dat kan een issue zijn. Gefixt! Goed. Jongens, champagne! Champagne voor iedereen! Ik moet een laag houden berichten, dat was het vergeten. Een laag houden berichten. Yes!
Smoel. Als een pro. Biljatter. Gaan we hula hoepen. Zelf jou, Melon. Dan moet er een keer in de video komen. Serieus. Ben ik nou moe? Klinkt wel zo, hè? Oh. Kom op, pak hem. Kijk, ik zoek. Hallo, how are you? I'm doing terrific, thank you very much. Ik denk met wie moet hem praten. Maar goed. Het probleem is dus... Ik ga hier problemen mee krijgen. Met een record. Oh. Nou ja, met Mario heb ik geen problemen. Jeetje, hoeveel krijgen we er wel niet? Nog 15. Dank je. Zo wil hij niet reageren. Nou ja, ik heb hiervoor heb ik ook... als jullie denken waarom, is hij zo al uitgeput, maar... Ik heb voor opnames gehad. Oh, oh nee! Oké, okay, kom maar. Ik heb Twilight Princess oefeningen gehad. Ik ken de helmsplitter. Spoilers! Oké. Okay. Wow, Nee. Boyshaw! Hoi! Ja, la la, tra la la, flots. Hartstikke leuk. Oh, ik heb me zorgen maken, jongens. Deze die is namelijk nog sneller als... Dantje. Ik ben te vroeg. Ben je klaar? Smoel. Hoi. Waarom hebben jullie niet samen een disco party? Is wel leuker. Oh boy. Nou, in ieder geval genoeg met dat dansje van Jimmy P en Jimmy T en Jimmy F en Jimmy G. Nou, had ik reacties binnengekregen dat sommige van jullie zich afvroegen, zijn er nog meer van die Jimmy's? Nee, er zijn niet meer Jimmy's. Maar, hier zit ook een dans in die verplicht is. Maar goed, we gaan hier een nieuw record proberen te zetten. 16. Niemand heeft hier een keertje de eindeloze geprobeerd. We gaan het doen, hebben we wel poses, waarom ook niet? Ja, we kennen de dansje ondertussen wel, we gaan een record neerzetten. Steek er iemand zijn oog mee uit, ik bedoel serieus, de punt is gewoon te scherp, dat mag gewoon niet. Nou, de fingerfood. Nee, andere kant op, andere... Dit gaat nou al slecht. Oh god, nu! Ik haat Showtime. Zijn derde vorm die is zo moeilijk. Die hebben we nog niet gezien trouwens, maar toch. Je blijft er vanaf. Hoi. We zijn één leven kwijt. Hopelijk kunnen we het bij één leven halen. Want echt, ik wil hier wel een recordje neerzetten. Oh, open. Dat is niet zo moeilijk. Ik bedoel, je bent man of niet, hè? Oh, dat mag nu tegenwoordig. Ik bedoel, ja, je bent goed met bieropeners, hè? Dus ja, dan, ja. Drink veel bier dan? Nee. Probojaard. We moeten die honden wel blij maken. En hoezo zit er een hond in de discobal? Ik heb mij wel altijd afgevraagd. Niks ervan. Nee. Ik doe altijd zo... hoe heet de armpje drukken? Oh, wait. Zeker weer high five. Oh, nee. Knock over. Ik ga hem nou expres al gelijk laag, hè. Want ik vertrouw het voor geen centimeter. Oh. Ik vertrouw het voor geen centimeter. Oh. Bro. Die zitten dus op. Ze zit hier van alles tussen. Oké. Okay. Moet ik hem ook oppakken? Die rollende? Denk het. Nou ja, dan zijn we weer een leven kwijt. Oh. Die zijn zo makkelijk. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gefaald. Zelfs niet op de hoogste snelheid. Ik weet nog niet eens hoe dat je hem zou kunnen falen. Nou, weet in de reacties of jullie hier een keertje hebben
gefaald. Ik bedoel, bij dat visvangen. Ik... Nee, nooit. Oh, wat moest ik doen? Oh. Zat hij op te letten? Oeps. Oké, kom op. We moeten hier op zijn minst nog een record halen. Oké, net krijgen we de basis. We hebben er nou nog één. Oh, Discord. Nou, bel dan niet. Ik heb hier nog niet eens ruimte gemaakt om de microfoon of de dingen neer te leggen. Dus ik heb een koffie moeten staan zelfs. Oh. Ah, is dit dat broodje? Daar ga ik gewoon bij zitten. Praat ik wel wat harder. Echt het troptiefje erop gooien. Oh, de vorige keer is het zo fout gegaan. Wat is dat? Is dat een ijsje? Als je een ijsje op een broodje gooit, dan mag je het stokje wel verwijderen. Net zoals die spartelende vis. Oh, ja. Dankjewel, hè. Serieus, ik ga de volgende keer wel naar Annette. Dat is een... Ik ben in Disneyland ben ik toen geweest een paar jaar terug. En daar hadden ze zo'n restaurant, dat heette Annette. En oh, die hadden goede burgers. Dat is echt mijn favoriete plek om te zijn, dus... Do the monkey with me! Johnny Bravo! Swim, baby. Oké. Jullie kregen de bewegende variatie, waarom ook niet. Goed, we hebben een leven terug. Kijken hoe hoog we kunnen komen. Want we zitten nu op level 3 levels, dus Dabben, dabben, boy in travel. Make that guy get hair again. Weet ik veel. Oké, fingerfood. Ik wil ook zo'n deur. Gewoon niks erachter, gewoon magisch. Kom op. Hij doet het niet! Mom, hij doet het niet! Oh ja, Ma is niet hier. Oh, de bokser! Gelukkig is het niet de achterkant van een koe. Oh, big cheese. Ja, maar dat is af en toe wel eens een keer een probleem dat je een autobandje zo in één keer vast moet gaan houden. En ik kijk weer naar mijn microfoon. Ik weet niet wat, ik moet hier echt die camera op gaan zetten. Ik word er moe van. Fingerfood, kom maar. Ik heb hier me wel heel weinig tijd voor. Mensen zijn er uren mee bezig met hun gitaar te stemmen. Jongens, het is lente. De bladeren vallen nou niet, die komen nu. Nou, maakt niet uit. Maar goed, hoe is jullie Pasen geweest? Hebben jullie het gezellig gehad? Hebben jullie het leuk gehad? Eieren gevonden? Ik weet niet. Wordt dat nog gedaan af en toe? Ah, stoute Goomba. 1, 2. Dus ja, vraag maar even wat we hebben. Nee, ik ben een spelletje aan het doen. Wrong number. Dan ben ik gemeen. Oké, high five? Oh nee, oh. Het is gelukkig dat die dingen niet ontploffen of iets, weet ik veel. Ik bedoel, ik heb Metroid niet echt veel gespeeld. Volgens mij moest dat mijn vader voorstellen. Oh, Mohawk. Oh. Nee, andere kant, nee, die mag ook. Niet zo, high definition. Oké, jij gaat terug. Kom op. Op zijn minst 45 weer. Of iets in de 40. Iets in de 40, kom op. Oh, dit gaat fout. Jongens, ik ben niet echt in vorm. Maar ja, ik heb toch 31 puntjes gehad. Ik weet zeker, dit kennen jullie beter. Maar goed, wat ik jullie dus wil bewaren voor morgen, dat is vraagteken. Hey, what's that over there? Ja. Strawberries! My favorite! They're mine! Mine! Lijkt me een beetje op die zin van die seagulls van Finding Nemo. Maar goed, ik ben te lang aan het woord. Deze aflevering komt tot het einde. De volgende keer gaan we dus naar vraagteken. Wat de iets met Wario is. En ik kan jullie verzekeren, die gaat ook heel erg leuk worden. Ik dank jullie voor het kijken op het leukste momentje. Laat het weten in de reacties. Hoe je Pasen was, laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video van Let's Play Wario Air Smooth Move. En nogmaals mijn excuses dat er geen Terraria is. Maar ik heb het helaas niet op kunnen nemen. Dus volgende week meer geluk, hoop ik. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot dan. Doei!